En dan word je wakker en dan heb je zo'n uitzicht uit je raam. Ik vind het wel heel bijzonder. En we gaan maar een heel klein stukje rijden. We gaan hier omhoog. En dan gaan we zo naar Auschwitz. 35 kilometer. Dus dat is best vlot te doen, hoop ik. Vanmiddag gaan we dan de voormalige concentratiekampen bezoeken. Nou, recht voor het hotel. Wat daar is, Pollin House, is een filmopname aan de gang. Met militairen, mannen in standguns. Het is allemaal licht zand op de grond. Allemaal heren in kostuums met tasjes en ouderwetse kleding. Zwervers. Oude dametjes. Alleen dat hele Pollenhaus is dicht. Ik ga eens kijken of ik ze kan bellen. Het enige wat ik vind ontbreken aan deze hele filmset is een camera. Ik zie allemaal mannen in uniform. Er staat zelfs een paard met een verhuiswagen. Ja,
Kijk. Het zal vast iets uit de oorlog zijn. Kastenstoelen, oude vieze pannen. Ja. Dat zal toch niet de cameraman zijn in dat witte ding? Ja, alles kan. Hè. Het is wel heel beperkt. Meneer in oude kleding. Is maar bij gaan zitten. Hey. Vanuit mijn kamer een prachtig uitzicht over de filmset. Voor een doordeweekse dag buiten de schoolvakanties is het hier nog steeds knap druk. Dit is de hoofdparkeerplaats. Hierachter liggen er nog verschillende. Bussen rijden af en aan. Het staat hier helemaal vol. Heel veel jonge mensen. Goed om zoveel jonge mensen te zien. Dat bankje wilde ik net gaan zitten. Maar ja. Nou, ik heb de groep gevonden. En nou, iedereen heeft een tik. People that came here with your own cars. Je nou op eigen vervoer naar die andere kant. Ik moet met eigen vervoer naar de andere kant. Andere kant van het kamp. Nou, in ieder geval, hij had geen ticket voor me, dus ik ben benieuwd hoe dat nu geregeld gaat worden. Nou, dit is de hele groep. Een aantal Nederlanders, een aantal Belgen. En de rest onbekend. Arbeid mag vrij. Het was hier goedkoop, de gebouwen stonden leeg. Het was heel makkelijk een concentratiekamp van te maken. Er gingen 600 tot 800 mensen in één gebouw, soms zelfs 1000 in één zo'n gebouw. In 1941 kwamen hier ook de Russische krijgsgevangenen. 10.000 stuks kwamen hier en ze hebben het geen van allen overleefd. Thank you.
Kamer waar niet gefilmd of gefotografeerd mocht worden. Toen na de oorlog vonden we hier 7 ton aan vrouwenhaar, 7000 kilo. En hier ligt een enorme berg over de voorhoede van de kamer. En dat was slechts 2 ton. Dat haar werd gewoon gebruikt om kleding van te maken. Het bracht geld op.
De keuken. Thank you.